Toen ik het huis kocht was het helemaal een bosachtige tuin met heel veel bomen erin. En mijn idee was om een parkachtige tuin aan te leggen met veel gras. En we zijn begonnen met heel veel bomen weg te halen. En dit is nu het resultaat. Toen we realiseerden hoe groot de tuin was, ben ik in eerste instantie begonnen met een zitmaaier om het gras te onderhouden. Toen bleek dat ik achteraf 8 tot 10 uur per week bezig was met het maaien van het gras. En ik dacht dat ik wel wat beter kon doen met die tijd. Met deze vraag ben ik naar een dealer gegaan en deze hebben mij een auto mogen geadviseerd. Ze hadden een model in het assortiment wat zo'n grote tuin aankon. Dus in het begin was ik heel erg sceptisch en dacht ik van dat gaat hem niet worden om met zo'n auto mogen het gras te onderhouden. Die gaat nooit alle hoekjes en gaatjes bijhouden. Maar het blijkt inderdaad wel zo te zijn, dus ik ben heel extreem tevreden, zeker.